Ga maar tegen de aanvoerder. Je hebt heel slecht voetballen. Kom maar Declan. Lloyd, kom maar. Welkom bij een nieuwe vlog en we gaan lekker trainen. Hij is weg, man. Waarheen? Zus, man. Waarheen? Waar moet ik heen? Hé, hey, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet, jongen. Trainer is altijd wakker. Dat is altijd zo. Alles niks hoor. Hé! Hey. Kerel. Dames en heren, ik ben vanavond verkader in SNB 1, maar ik ben een beetje blij. Wel maar, is begin seizoen heel slecht. Dan willen ze nou gewoon positief kijken, de jongens. Maar vergeet niet, drie woordje. Gezond eten, tijdje laat, tijd wakker. Lekker waar. Ik had Isabe gemist, jongens. Isabe, ja, je weet, zijn zoon Furkan die speelt nog. Kijk, hier is hij. Ja. Die is in de been, dus ik zie Isabe niet meer zo vaak. Hij kan ook niet meer zo vaak in de vlog komen, maar nou, die er is, pak hem er gelijk bij. Hè. Maar je hebt gewoon gezond eten, tijd slapen, tijd wakker en ciao. Ciao, fijne avond allemaal. Kijk, Furkan even voor elkaar, jongen. Hij heeft zijn arm gebroken. Ik kom back over 3 weken, dus ik ben back op de veld. Lekker man. Jawel, vandaag de derde competitiewedstrijd tegen Wilhelmina School. We zijn net klaar met de warming-up, we lopen nu naar binnen. Wilhelmina School heeft 2 gespeeld, 2 gewonnen en wij ook. Dus we gaan zien wat het vandaag gaat gebeuren. Ik zeg ciao, tot straks. Wedstrijdje tegen Wilhelmina School. Vanaf de bank. Trainer. Fischel. We gaan winnen tot de club. Kom op, man! En op. Help op, Bima, help op! Naast mij vandaag staat een oud profvoetballer, Ferhat Abe. Alles goed, Ferhat Abe? Goed. Goed. Ferhat Abe die is net verhuisd uit Turkije naar Nederland. Hij was profvoetballer, of keeper en trainer bij verschillende profclubs in de Super League gewoon. En hij gaat vandaag gewoon een gasttraining geven aan ons. En ja, hij heeft er zin in. Hij is hard aanpakken, Ferhat Abe. Ja, hij zegt hij verstaat mij niet. Maar ja, we gaan nu even lekker trainen. We hebben veel geblesseerden. Afgelopen zaterdag met 1-0 verloren tegen Bentelo. Nou ja, tegenstander heeft 2 kansen gehad. Ze waren fysiek wel sterk trouwens. En ja, we hebben het gewoon niet afgemaakt. En ja, we hadden een gelijkspel wel verdiend. Maar daar was het ook niet van gekomen. En verder daar ben ik gewoon lekker trainen. We hebben een kleine groep, veel geblesseerden. Een paar jongens die zijn ziek. Maar ik zeg, we gaan naar de kleedkamer. Ciao. Naar buiten nu, uitdraaien. Verder Hodja is bezig. De warming up te doen. Ik ben even het ding aan het vertalen voor hem. De jongens maakten net al een grapje hoeveel Turkije afgelopen weekend had gemaakt. Die had 3-0 verloren. Ja, en toen maakte Ferhat trainer natuurlijk ook een grapje wat er in Nederland was gebeurd. Maar ze zijn lekker bezig. Ik zeg, Ferhat is mooi fit voor zijn
fit en fanatiek voor zijn leeftijd. Liefde voor de sport, zeg ik dan maar. Kom maar, sprint er naar hem toe, kom maar. En dan weer terug, achteruit. Achteruit. En weer voorvoeten. Voorvoeten. Rechtsom moet je draaien. Allemaal rechtsom draaien. Ja, kom op. Mooi, dan mag hij. Hij zegt, het voetbal is niet alleen voetballen. Kom maar, Declan. Lloyd, kom maar. Kom maar. Goed pasen en een sprintje trekken. Kom maar. En tegelijk pasen. In de kleedkamer, zaterdag tegen Volgido, A2. Ik heb de wedstrijdbespreking net gedaan en ja, de jongens gaan zich nu omkleden. Kijk, Ferhat Abi is vroeg weer. Ferhat Abi, alles goed? Ja. Hij kon gezellig kijken bij ons. En ja, de jongens gaan zich omkleden en dan gaan we lekker warm lopen. Ik zeg tjo. Roy man, we hadden bijna vergeten te vloggen man. Ja, wat doen we vloggen dan? Ja, ik weet het niet, maar ik was gewoon zo met die wedstrijd bezig. Die jongste zoon van die camera loopt hier, van Alp. Ja, weet ik, dat is de kleintje daar hè? De kleine. Die had ik al een keer eerder in de vlog. Die nu vooraan, hè? Fucking goed. Ja, hè? Dat is die. Hij gaat naar Twente, toch? Ja. Hoi. Nou, we hebben zijn goaltje er ook nog op staan. Ook nog. Goed in, goed in. Doe mee, Brian, doe mee. Kom, Damien, kom, Damien. Hey. Jammer. Goed, het is rust, maar we zijn echt slecht aan het voetballen. We staan 1-0 voor. Het niveau van de tegenstander is echt... Dramatisch. Roy zegt dat dramatisch. Maar wij gaan daarin mee, dus dat is ook gewoon echt super, super slecht. Maar goed, ik hoop dat we de 2-0 zo inschieten, dat we klaar zijn en lekker naar huis kunnen stressen. Dit is echt zo slecht, dat hebben we nog nooit gezien. Zo. Lucky is de zoon van Wesley. Nou, Wesley is een goede vriend van mij. Wesley is trainer van het eerste van Eilemark. Gaan we ook een keer vloggen. Wesley is 7 jaar trainer geweest bij Sportclub. Ik heb met Wesley samen de TC3 en TC2 gedaan. Ik gaf hem altijd die opdrachten en zo. Ik moest hem al die opdrachten geven, deze jongen. Dankjewel. En ik denk 70% van de jongens die ik nu train, heeft Wesley ook getraind, hè Wes? Ja, klopt. Tegen wie moet je morgen? Uit Saasveld. Uit Wesley heeft 3 gespeeld. 3 punten. Ik denk dat ik hem even moet assisteren volgende week. Waar is de Lucky? Dat is een banaantje. Nee, ik hoef geen banaantje, jongen. Moet je ook voetballen later? Lucky, zeg maar, jullie hebben heel slecht gevoetbald. Zeg maar. Jullie hebben heel slecht gevoetbald. Zeg maar tegen de aanvoerder. Jullie hebben heel slecht gevoetbald. Jongens, ik heb vandaag meer met Tim gepraat dan dat ik naar de wedstrijd heb gekeken. Of niet, Tim? Nee, wij nog meer hebben gedaan dan de jongens in het veld. Tim heeft ook wel gevoel voor, voor als trainerschap. Zeker. Ja, je hebt er wel feeling voor. Hè? Hoe, en hoe gaat, hoeveel heb je zaterdag gemaakt? 6-0 gewonnen. Tegen wie? Volgido. Oh, lekker. Ja. Voelt goed, hè? Ja, heel goed. En waar train jij meestal op dan? Wat voor autostof heb jij? Van alles. Dat is nog wat. Wat voor, hoe zit je, wat vertel je altijd in de wedstrijdbespreking in de rust dan? Hey? Wat zeg je altijd in de wedstrijdbespreking? Dan ze er flink op moeten gaan. Ja, waarom? Heel erg tekeer gaan. Ja, en dan? Ja. De bussen spelen lamskop. Eerlijk gezegd, echt respect voor Hans hoor. Hij fixt dat alles van ons weer klaar staat. Kijk, onze kast. Moet je nou in de kast zitten hoor? Ja, alleen een jas pakken straks Hans. Kijk, hij regelt alles weer. Kijk eens. Trainingskleren, alles ligt klaar. Alles, ik ga alleen de balletje nog even in de winkel weer klaar voor jou. Ik hou van deze man. Ik hou gewoon echt van Hans. Oprecht hou ik van Hans. Kusje. Nee, dat doe ik niet.